In interviews is Harry ook heel open over de dood van zijn moeder. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij op zijn verzoek dan foto's te zien kreeg van zijn moeder nadat ze was overleden. Ja. I saw the photographs of the reflection of all the paparazzi in the window. At the same time, taking pictures of your mother as she's dying rather than helping her. Exactly. And that, you know, that still hurts. But, you know, you can see that I saw the back of her blonde hair, you know, slumped on the back of the seat. There were other photographs that would probably show my mother's face and blood. And those, I assume, were the ones that Jamie removed. And I'm grateful to him for that. Dus eigenlijk ziet hij op die foto's dat er talloze mensen om zijn moeder heen staan. Dat niemand een poot uitsteekt om haar te helpen. En eigenlijk alleen maar haar fotografeert op het moment dat ze aan het sterven is. Vlak voor de uitzending hadden we het hier even over. En toen hoorde ik jullie zeggen, getraumatiseerd kind. Is hij dat niet gewoon? Is dat niet waar we naar kijken eigenlijk de hele tijd met z'n allen? Dat denk ik wel. Ja, kijk, ik bedoel, ik vond het best wel aangrijpend toch weer, hoe hij dat dan vertelt. Ja. En ik bedoel, je voelt natuurlijk ook een jongen van 12. Nou, een aantal jaar later heeft hij dus het politierapport ingezien. Dat vertelt hij hier, die foto's. En hij zei ook in het interview iets verderop, het laatste wat mijn moeder waarschijnlijk gezien heeft is de flashlight, is de flits van een camera, van een van die paparazzi. Ja, tragisch natuurlijk. En ik denk dat we dat hele proces zien we nu eigenlijk. Je ziet Harry daarmee soort afrekenen of zo ook. En je ziet dus een jongen die zijn trauma heel erg veel moeite heeft gehad om dat te verwerken. Hij vertelt ook openlijk dat zijn vader was koud en kil tegen hem. Die wilde hem niet eens knuffelen toen hij vertelde dat zijn moeder was overleden. Zijn broer William zei op school, we moeten doen alsof we elkaar niet kennen. Hij is dus blijkbaar opgegroeid, dat laat hij ook wel heel duidelijk merken, in een omgeving waarin hij die emotie niet kon verwerken. Waarin hij vertelde dat hij nog nooit gehuild had daarom. Hij vertelt zelfs dat hij filmpjes opzette van zijn moeder om maar te proberen om te huilen. Maar hij kon het niet. Ja, dat is natuurlijk echt vreselijk tragisch. En het lijkt wel alsof hij nu een soort Harry is die wil afrekenen met dat jongetje. Ik zat vanmiddag de Engelse radio te luisteren, waar het ook heel veel natuurlijk hierover ging. Er was een therapeut die dat zei. Hij heeft natuurlijk een heleboel therapie gehad. Dat alsof hij wil laten zien, nu ben ik sterk genoeg om voor mezelf op te komen. Voor die jonge Harry die hij geweest is toen. Precies. Ja. En nu ga ik mijn kant van het verhaal vertellen. Nu ga ik vertellen hoe zwaar ik heb geleden. En hij geeft natuurlijk wel inkijkjes die we nog niet eerder hadden gezien. Hij vertelt alles.